James, welke emotie overheerst bij jou na dit 1-1 gelijkspel tegen Telstar? Het is echt ongelooflijk zuur. Het is echt gewoon bizar. Je wil gewoon heel erg graag. En ik denk dat we moeten het laatste kwartier meenemen. Waar we met z'n allen 100% druk gaven. Of elke bal gingen, de tegenstander waren opeten. Dat moeten we gewoon, daar moeten we gewoon goed naar kijken. En dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. En het is gewoon echt zonde. Ja, waarom komt het alleen het laatste kwartier? Het leek of jullie iets te laat wakker waren vandaag, pas na die 1-0. Dat zou kunnen. Ik moet zeggen, de tegenstander die probeert het spel te doden. De scheidsrechter fluit niks mee. Dus je kan, elke vrije trap is eigenlijk voor hun. Het spel is heel langzaam, ze staan goed compact. Dus het is moeilijk om een heel hoog tempo te hebben. Op het moment dat zij ook heel erg achterin staan, is het heel lastig de ruimtes te vinden. Dus je moet wel op je kans wachten. Die hebben we gehad de eerste helft, niet benut. Ja, en dan krijg je dit. Ja. Ja, die 1-0 valt, eigenlijk een rare goal, hè? Roei naar voren. En Ondaan mag in één keer voor Platel opduiken. Wordt gesuggereerd dat het buitenspel was. Ik stond echt voorin, dus ik kan heel moeilijk zien of het buitenspel was. Geen idee. Maar hoe heb je die goal ervaren? Ja, ik dacht ook lange bal. Ik was eigenlijk al bezig met de tweede actie, zeg maar. Want ik dacht, dit kon wel goed. Maar buitenspel, geen buitenspel. Net niet, net wel. Nee. Ja. Nou, daarna herpakken jullie het toch. Aanvankelijk toch nog een beetje lastig naar die 1-0. Maar dan wordt Meijer gebracht, wordt Vossenbelt gebracht. En uiteindelijk resulteert dat wel in die 1-1 gelijkspel. Vind je dat jullie te weinig hebben gekregen vanavond? Te weinig hebben gecreëerd? Gekregen. Van? Een punt. Vind je dat je te weinig hebt gekregen? Als je kijkt naar de kansen die ze hebben gecreëerd, dat waren er heel weinig. Maar wij moeten ook onze kansen afmaken. Dus dat moeten wij ook doen. Je kan niet zeggen, zij hebben niks gecreëerd, dus wij moeten... Nee, wij moeten... We weten zo, wij zijn heel goed voetballend. Maar we moeten ook die kansen gaan creëren en ook die kansen gaan afmaken. Ja. Kijk naar de stand, dan kun je jezelf denk ik wel voor de kop slaan. Hè? Als je kijkt naar de concurrenten. Twente verloren, OS verloren, Sparta verloren. Jullie hadden uitstekende zaken kunnen doen vanavond. Maar ja... Slechts een puntje. Ja, ik heb ook niet gekeken nog naar de tegenstanders, wat ze hebben gedaan. Maar als jij dat zo zegt, dan hebben we zeker slechte zaken gedaan. Ja. Ja, jammer genoeg wel. Volgende week Sparta uit. Gaat weer niet lastig, gaat weer niet makkelijk worden. Nee, ik moet zeggen, kijk, wij maken onze tegenstander ook, niet makkelijk natuurlijk. Het is niet dat wij... we leveren altijd strijd, dus het is voor de tegenstander zeker niet makkelijk om tegen ons te voetballen. Alleen we moeten gewoon onze kansen benutten en als dat gaat gebeuren, dan gaan we weer, gaat het weer zoals het begin van het seizoen zijn.